Goedemorgen, dit is het ochtendjournaal met Jens Buizen. In het voetbal was het gisteren een heugelijke dag voor Racing Genk. In de kwartfinale van het nationaal kampioenschap voetbal versloeg het aartsrivaal KV Mechelen met 1-0. Genk stoot hiermee door naar de halve finale en zal het moeten opnemen tegen Royal Antwerp FC. De coach van de ploeg, René van Lent, benadrukte echter wel dat het nog niet te vroeg is om te juichen en dat een totale zege nog lang geen feit is. Ander nieuws. In het Midden-Oosten houden de gevechten tussen de rebellen en de verschillende regeringslegers onverminderd aan. De Verenigde Naties veroordelen het geweld, maar vrezen dat het einde van de gevechten nog lang... Valaar? Goedemorgen, Pieter. Wat? Ja, oké. Okay. Ja, het is goed. Kom af. Tot ze weet. Jo. Deze morgen vrouwenlichaam gevonden. De slachtoffer is ongeveer 20 jaar oud. Goedemorgen. Ze is moeilijk omgekomen in mijn steken. En is er al nieuws over haar identiteit? Zijn er tuin, bewakingsbeelden? Ja, de lokalen is er mee bezig. Ze zijn bezig met een buurtonderzoek, maar kent ze. Maar even geduld moeten hebben. En waar ligt het lijk ergens? Of alleen, waar is ze gevonden? Oh, niet zo ver van hier. In de buurt van de snelweg. Het Lokersbos. Sociale wijk, ja. Bon, een ordinary police case dus. Dagje 60 vermoed ik. Ik ben Johan Verwelgen, nugarts en ik heb de dood moeten constateren. Pieter Hellers, dat is mijn collega Nelle van Laar. Ja kijk, het lichaam is het slachtoffer is omgebracht door middel van steekwonden. De keel is overgesneden en ze heeft meststeken in de hals. Het lichaam is naar hier versleept.
en een boswachter die heeft daar gevallen. Oké. Okay. Oké, okay, ze dus ook er al niet geweest. Die is onderweg, maar die zit vast in Brussel in de file. Is er iets geweten over de identiteit van het slachtoffer? De lokale politie die waren hier als eerste en de portefeuille is in de handtas gevonden is bij de forensische. En? Moet ik er kort te lezen? In Italiaanse. En je ziet ook een studentenkaart die van de plantijn hooggeschoot zijn. De bus, dat is toch ja, is niet zo ver? Nee. Oké, en verder? Maar we zullen de wetsdokter en de forensische even hun werk laten doen. En dan verder uit de andere kant. Dus ik bedank je. Goedemiddag. Dit is het nieuws met Jens Buizen. De politie van de zone Basland heeft vanochtend het lichaam gevonden van een jonge vrouw. Het meisje werd vermoedelijk om het leven gebracht en vervolgens gedumpt door de omgeving van het Rode Bos. Op deze manier was het bos, omwille van het onderzoek door het parket en de federale politie, volledig afgesloten voor het publiek. De hoofdcommissaris van de federale politie beloofde echter spoedig een persconferentie te houden omtrent deze zaak. Volgende punt. Dus, om 8:30 deze morgen horen de bewoners van de sociale wijk een luide gil. Een uur later wordt Monika teruggevonden in het Lokersbos. Dat is 100 meter van waar, waar het luide gil gehoord is. Het onderzoek van de lokalen heeft ook niks opgeleverd, zeker? Nee. Is haar familie al verontrustigd? Ja, de Fred is daarmee bezig, maar moet via de Italiaanse ambassade. Dus ja, dat zit ook vast. Hè? Ja. Het labo heeft ook geen bruikbaar bewijsmateriaal gevonden. Waarom zou iemand de jonge studenten willen vermoorden? Ik weet niet. Misschien zijn er racistische motieven. Of een lustmoord. Er zijn geen sporen gevonden van aanranding of verkrachting. Ah, de Fred. Hey. Ik heb een zoon gebeld. En? Niks bruikbaars. En haar familie? Die zijn al verwittigd. Oké. Okay. Is er dan verder iets dat je belt? Niks, nee. Oké. Okay. Nee, ik wist naar huis gaan. Morgen op een manier. Ja, dat is cool. Tot morgen. Nee, inspecteur Van Laar, goedenavond. Inspecteur Van Laar, u bent bezig met de moordzaak van Monika? Met wie spreek ik? Ik heb daar waardevolle informatie over. Vanavond om 10:00 verwacht ik u in hangar 23 aan de haven. Luister, ik...
sneeuw hier. Bel je mij een keer terug? Merci. Delta 3 aan centrale, over. Delta 3 aan centrale. Ja, weer dus net in het industriegebied aan de haven. De gsm van inspecteur Vallard teruggevonden. Ja, we gaan die nu verder traceren. Ik kan u mijn hoofdinspecteur Hellers even doorgeven. Inspecteur Hellers, over. Inspecteur! Ja? We hebben iets! Momentje. Over. Ja, we hebben hier een geregistreerd inspecteur Vallard en de verdachte zou zich bevinden in de verlaten patrouille. Order en K47, avond. Order en K47, begrepen. We gaan erop af. Over en uit. Go, go. Thank you.
trappen neer. Kom eens even samen aan de bureau. Natuurlijk. Kom binnen. En hoe is het nu met u? Het gaat wel. Dank u wel, commissaris. Ik wil u feliciteren voor uw heldhaftig optreden vorige week. Dankzij u is er een onwaarschijnlijke gevaarlijke psychopaat opgepakt. En ook de burgemeester heeft mij vanmorgen gebeld. Hij wil u persoonlijk bedanken. Dank u wel, commissaris. Maar ik heb gewoon mijn plicht gedaan. En ik geloof nu dat de collega's op u zitten te wachten. Om u te feliciteren. Dank u. Keep up the good work. We zijn blij dat je terug bent. Dank u. Inspecteur Van Laar. Het is al goed, hè? Zeg, ik ben al bij de commissaris langs geweest. Ik denk dat de burgemeester u persoonlijk wil bedanken. Ik weet het. Emma, dan hangt de promotie in de lucht. Ja, kom. Maar bon, hoe is het nu mee? Wat? Is de identiteit van de moordenaar al gekend? Ja, dat is iets anders. Het interventieteam heeft die zo kapot geschoten dat hem visueel niet meer te identificeren valt. Ja, zijn DNA en vingerafdrukken zijn ook in geen enkele database terug te vinden. Dus... We gaan nooit weten hoe dat allemaal zou. Maar bon, we gaan ons dat niet aantrekken. Jij hebt het overleefd, maar dan gaan we weer nog drinken.